Wekenlang voerde de Maartenschool campagne om ervoor te zorgen dat staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker hen een bezoek zou brengen. Eerst zegde hij toe, maar later gaf hij aan dat alleen medewerkers van zijn ministerie zouden komen. Het was voor de school dan ook een grote verrassing toen Dekker woensdag ineens op de stoep stond. We hadden een ambtenaar van het ministerie verwacht, ook een hoge, een programmamanager. Die bracht al een secretaris-generaal mee, of directeur-generaal. Maar die kondigde op dat moment ook aan dat er nog iemand op bezoek zou komen. En 5 minuten later stond de staatssecretaris Sander Dekker op de Maartenschool. Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder dat op een school voor speciaal onderwijs bijna alle kinderen Sander Dekker kennen. Dus op het moment dat hij hier rondliep, zagen kinderen dat en begonnen tegen hem te roepen en tegen hem te praten en mijn hand te gaan geven. Dus ze waren erg enthousiast en hij reageerde daar ook prima op. Dus het was gewoon een leuke ontmoeting in alle klassen waar we geweest zijn. En hij was erg geïnteresseerd in de situatie. Hij vroeg daar nadrukkelijk naar, maar vroeg ook van, ja, jullie hebben mij uitgenodigd, dus ik wil nou eindelijk ook die school wel een keer zien. Dus het was 12:15, we zijn direct de school ingegaan, hebben een aantal klassen bezocht. Hij heeft met kinderen gesproken, hij heeft collega's gesproken, heeft ouders ontmoet en gesproken. Daarna zijn we terug aan tafel gegaan en heeft hij eigenlijk uitleg gevraagd over de situatie. Van wat is er nu eigenlijk aan de hand en hoe kan het nou zover komen? Nou, dat hebben we uitgelegd. Dat we echt in een andere positie zitten. Ten eerste dat het hier om een heel andere groep kinderen gaat. En ten tweede dat onze financiering de afgelopen jaar echt heel anders verlopen is. Waardoor dus met name alle zorg, alle begeleiding en ondersteuning voor deze groep kinderen wegvalt per 1 augustus. Nou, dat gaat heel concreet over verlies van personeel. En wij denken dat dat natuurlijk niet goed is voor het onderwijs, maar heel concreet voor 250 kinderen hier op school consequenties gaat hebben die wij niet gaan oplossen in ons eentje. Nou, daar hebben we over doorgepraat, daar heeft hij feitelijk van gezegd. Het is tijd om te stoppen met in tegenstellingen denken. Ik vind dat er oplossingen moeten komen, die mag je niet verwachten uit Den Haag. We komen geen extra geld brengen, maar je moet dit met het samenwerkingsverband, met de gemeente, samen gaan oplossen. En mijn ambtenaar komt morgen terug hier om het met jullie daarover te gaan hebben, van hoe kun je daar nu constructief mee verder gaan. Ik weet dat de gemeente Nijmegen daarvoor in is om daar serieus mee aan de slag te gaan. Zij willen daar ook echt een stap in maken. Ik heb vorige week begrepen dat het samenwerkingsverband onder de indruk is van de problematiek van deze groep kinderen die per 1 augustus gaat ontstaan. En wat er dan eigenlijk voor nodig is, dat je samen kijkt van we gaan daar niet 100% van het geld wat we kwijt zijn terugleggen. Maar we gaan wel zorgen dat er hier veilig en goed verder gewerkt kan worden met deze groep kinderen die die intensieve zorg zo hard nodig hebben. En daar denk ik dat het echt nu de moeite waard is en tijd is om te zeggen van oké, dan gaan we ook aan de slag. Dan gaan we niet meer spelletjes spelen met elkaar of uitleggen wie het verkeerd gedaan heeft in het verleden. Maar dan gaan we nou ook echt oplossingen maken.